China en Europa. In deze video volgt een korte introductie over het onderwerp. Waar gaat het eigenlijk over? Dat is de eerste vraag. En daarnaast ook een aantal zaken die belangrijk zijn om de Chinese geschiedenis beter te leren begrijpen. Want dat is iets waar we het in de klas tot nu toe heel weinig over gehad hebben. Oké, nou, eerste vraag, waar gaat dit onderwerp eigenlijk over? De makers van dit boekje willen dat je aan het einde van het boekje eigenlijk antwoord kunt geven op één vraag. Welke contacten waren in de loop der tijd tussen China en Europa? Ja, dit is een heel algemene vraag, zoals je al ziet. En daar moeten we eens nader naar gaan kijken. Eerst dat woordje contacten. Daar gaat het eigenlijk om twee zaken. Aan de ene kant zit daar de vraag in waarom Chinezen en Europeanen überhaupt contact met elkaar hadden. Wat waren hun motieven om contact met elkaar te hebben? En aan de andere kant zit er ook de vraag achter van nou ja, hoe ze dan eigenlijk tegen elkaar keken. Hoe keken die Chinezen tegen de Europeanen aan? En hoe keken de Europeanen tegen de Chinezen aan? Wat was hun houding ten opzichte van elkaar dus? Nou, en dan in de loop der tijd, dat is ook al zoiets vaags. Het boekje is ingedeeld in drie hoofdstukken en die beslaan drie perioden. De eerste periode die loopt van eigenlijk vanaf de prehistorie tot het einde van de middeleeuwen, dus het is een heel lange periode. Het tweede hoofdstuk is een veel kortere periode, slechts 450 jaar, van 1500 tot 1950 ongeveer. En de laatste periode is de geschiedenis eigenlijk vanaf 1950 tot nu. Oké, de perioden die zijn heel lang en die worden steeds korter. Dat komt aan de ene kant omdat we over de latere periode meer informatie hebben. Dus dan kunnen we ook een gedetailleerder en een genuanceerder beeld geven. Maar aan de andere kant komt het ook omdat de contacten steeds intensiever lijken te worden. En we blijven even bij dat woord periode. Want we zien hier dus een bepaalde indeling van de geschiedenis. En ik pak er nu even de indeling van de geschiedenis bij zoals we die geleerd hebben. De indeling van de 10 tijdvakken. En dat is een westerse tijdrekening. De tijd van de Grieken en de Romeinen, die opkomst, dat gebeurde in het westen, in Europa. Kijk, de tijd van de burgers en de stoommachines, de tijd van de industriële revolutie dus, dat gebeurde vanaf 1800 ongeveer in de westerse wereld. En ditzelfde geldt voor dat tijdvak ervoor, tijd van pruik en de revoluties. Die democratische revoluties vonden in de westerse wereld plaats. Dus die indeling van die tijdvakken, dat is echt een typische westerse indeling van de geschiedenis. Maar die gaat dus niet op voor de Chinese geschiedenis. Hoe kijken de Chinezen dan tegen hun tijd aan? Hoe delen zij de geschiedenis in? Die Chinezen maken gebruik van zogenaamde dynastieën. Keizerlijke dynastieën eigenlijk. Want de keizer, dat was heel lang de leider van het Chinese Rijk. En een dynastie is een uitgebreide familie die over twee of meer generaties invloed of macht heeft uitgeoefend in een land. Om er maar even een mooie woordenboekdefinitie aan te plakken. Eigenlijk wil ik dus gewoon heel simpel zeggen, er is een bepaalde keizer geweest, later wordt zijn zoon de nieuwe keizer. En dan is er al sprake van een dynastie, want dan hebben ze wel vader als zoon, twee generaties dus, die hebben geregeerd over China. Het kunnen ook meerdere generaties zijn, sommige dynastieën die duurden honderden jaren. Dan was er dus honderden jaren iemand uit dezelfde familie aan de macht. Maar zo wordt dus de Chinese tijdrekening ingedeeld. Daarmee zie je al meteen een van de zaken die naar voren zal komen tijdens dit onderwerp. Wij hebben altijd door een westerse bril naar de geschiedenis gekeken. Sterker nog, we hebben eigenlijk ook altijd gewoon naar westerse geschiedenis gekeken. Nu gaan we ineens een ander rijk ergens aan de andere kant van de wereld eens nader bekijken. China in dit geval. En als je dan de Chinese indeling van de geschiedenis pakt, dan ziet die er toch al iets anders uit. Ook in China is er sprake van een prehistorie. Nogmaals, de prehistorie eindigt in een land als er vanaf dat moment geschreven bronnen zijn terug te vinden. En ja, in China eindigt de prehistorie dus rond, wat zal het zijn, 1900 voor Christus ongeveer, 1800 voor Christus. Dan komen de eerste geschreven bronnen voorbij. En dan is de zogenaamde Shang-dynastie die aan de macht komt, gevolgd door de Zhou-dynastie. En de Qin-dynastie, waarvan we daaronder de eerste keizer zien, dat is eigenlijk de eerste dynastie waarmee ook ons boekje eigenlijk begint, in 226 voor Christus. Maar we gaan even iets verder terug, want je ziet al dat de Chinezen ook, ook voor 226 voor Christus al een lange geschiedenis kennen. Even terug naar de prehistorie. Een van de vindplaatsen van de oudste mens is de omgeving van Beijing of Peking, de Chinese hoofdstad. Daar zouden al mensen zo rond 500.000 voor Christus hebben geleefd. En een van de eerste en oudste beschavingen ontstaat dan ook daar in de buurt.
Hier hebben we een kaartje van plekken in de wereld waar de landbouw ontstaat. We hebben het in het gewone boek uitgebreid gehad over die landbouwrevolutie die plaatsvindt in dat gebied van die vruchtbare halve maan, Mesopotamië. Maar je ziet ook dat er op andere plekken in de wereld ook landbouw ontstaat. En een van die gebieden is in China, in het zogenaamde Chinese binnengebied. China wordt eigenlijk verdeeld in het binnengebied en het buitengebied. Het binnengebied, dat zijn de vruchtbare streken langs de kust en rondom de grote rivieren, de Wangho en de Yangtze-Kiang. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Ik zal nog wel vaker van dat soort dingen gaan zeggen. Maar dat is eigenlijk altijd het centrum geweest van China. Daar was de macht, daar woonden de meeste mensen. Daar ontstond dus ook de Chinese beschaving, zoals we hier zien. Daar ontstond in dit geval dus ook de landbouw. En dan heb je nog het buitengebied. En dat zijn de droge en de dunbevolkte gebieden in het noorden en in het westen. Dat zijn steppengebieden, veel minder bevolkt. En die spelen eigenlijk ook een veel minder belangrijke rol in de geschiedenis van China. Oké. Dat is de prehistorie. Die Shang en die Zhou-dynastie die slaan we even over, want die zijn voor ons onderwerp niet zo van belang. Dan zijn er namelijk nog absoluut geen contacten tussen China en Europa. En bovendien is er over beide dynastieën weinig bekend. We gaan gelijk even door naar die Qin-dynastie, want daar begint ons boekje. En die Qin-dynastie die begint als Zheng in 226 voor Christus, na een hele lange onrustige periode, de periode van de strijdende staten, de rust eigenlijk herstelt en de eenheid herstelt in China. En daarmee grijpt hij de macht. En dat is het begin van de Qin-dynastie. Die zoals je ziet op het kaartje linksonder eigenlijk maar heel kort heeft geduurd, 20 jaar, alleen Zheng en zijn opvolger. Daarna werden ze alweer overgenomen eigenlijk door een andere dynastie. Maar waarom dan toch even die Qin-dynastie? Nou ja, die Zheng, dat is de allereerste keizer uit de Chinese geschiedenis. Hij gaat zichzelf voor het eerst keizer noemen. En hij zegt dat hij een zogenaamd hemelsmandaat heeft. De keizer die heeft het recht uit de hemel gekregen om te regeren. En als je dus tegen de keizer in zou gaan, dan zou je ook tegen de goden ingaan. En daarnaast zegt die keizer ook dat hij de belangrijkste vorst van alle andere vorsten is. Hij is verheven boven andere vorsten. En dat is iets wat je in de hele Chinese geschiedenis eigenlijk terugziet. Niet alleen dat die keizer zegt van nou ik ben belangrijker dan andere vorsten. Maar die Chinezen vinden zichzelf ook, die voelen zichzelf eigenlijk ook verheven boven andere volkeren. Ze hebben zichzelf altijd als het rijk van het midden beschouwd. Wij zijn het belangrijkste rijk, het centrum eigenlijk van de wereld. En de rest dat zijn een beetje barbaarse randgebieden. En die visie die heeft de Chinese geschiedenis heel lang bepaald. Wat is er daarnaast nog even belangrijk om te weten voor wat betreft de Chinese geschiedenis? Nou ja, dat is het belang dat er wordt gehecht aan het legalisme. En het legalisme is een filosofie die in die periode van die strijdende staat eigenlijk, dus net voor die Qin-dynastie, wordt bedacht. En dat wil zeggen dat het belang van de staat boven het belang van het individu gaat. Oftewel, eerst is belangrijk dat het goed gaat met het land. En dan is pas belangrijk dat het goed gaat met jou als individuele Chinees. En dat moet je ook altijd beseffen. En dat is ook iets wat we eigenlijk door een groot gedeelte van de Chinese geschiedenis heen zien. Dat misschien nu nog steeds wel een beetje geldt. Goed, hier een paar uitgangspunten die heel belangrijk zijn als je de Chinese geschiedenis beter wil leren begrijpen. En we zullen nu in de andere video's eens gewoon wat dieper op die Chinese geschiedenis ingaan. En dus bovendien gaan kijken naar wat voor contacten er nu zijn tussen China en Europa. Ik wens jullie veel plezier.